Beste kijker, welkom bij deel 2 van deze Studio Vlaams Parlement. Onze studiogast zit klaar. 3 op de 10 arbeiders aan de slag op Vlaamse werven is buitenlander. Hier aan de slag via detachering. Vrijdag kwamen in Antwerpen 5 bouwvakkers om het leven. Een incident, een tragisch ongeval dat ook vragen oproept over de veiligheid op onze werven, maar ook over detachering, mogelijk zelfs sociale dumping. Bij ons in de studio, Caroline Genet van Vooruit. Goedendag, mevrouw. Goedemiddag. Het ging over heren, schielijk overleden, afkomstig uit Portugal, Roemenië en Moldavië. Het illustreert, dit spijtig geval, ook dat onze werven ja, een echte smeltkroes zijn geworden, hè? Ja, smeltkroes, Toren van Babel. Ja, het is natuurlijk een oud zeer. Hè. Een ongeluk komt nooit alleen, heb ik daar straks aangegeven. We hebben te weinig arbeidskrachten voor de bouw, dus het is een serieus knelpuntberoep. Het is natuurlijk zwaar werk aan een bescheiden loon. En dat noopt heel veel aannemers ook tot de import van buitenlandse arbeidskrachten. En soms werken die mensen hier legaal, als het Europeanen zijn, via die detacheringsrichtlijn. Maar al te vaak ook illegaal, want er is een heel systeem van onderaanneming op poten gezet, schijnzelfstandigheid. Soms zijn hier mensen aan de slag aan 5 à 6 euro per uur. En dat is natuurlijk je reinste uitbuiting, sociale dumping. En daar moet op onze werven paal en perk aan gesteld worden. Het zijn die kwesties die deze zaken oproept, maar in dit geval, deze specifieke werf in Antwerpen, zijn er indicaties dat daar iets illegaal aan de gang was, voor de duidelijkheid? Dat weten we absoluut niet. Hè. Nee. Dus dat zal het onderzoek uitwijzen. Dat zal meer dan waarschijnlijk een gerechtelijk staartje krijgen. Maar de arbeidsauditeur in Antwerpen die geeft al heel duidelijk aan van ja, eerst en vooral ga ik het moeten vragen aan de hoofdaannemer zelf dat die het onderzoek doet, want de sociale inspectie is al jaren onderbemand. En ja, wij kunnen eigenlijk de controles niet doen, omdat er gewoon te weinig mankracht is, te weinig samenwerking tussen het Vlaamse en het federale niveau. En dat is natuurlijk heel tragisch en met de meest tragische gevolgen op die werf in Antwerpen. Ja, over die sociale inspectie, de Vlaamse sociale inspectie dan. Ik hoor u zeggen dat er 30 mensen daar aan de slag zijn. Dat is niet zoveel. En hoeveel ervan gaan echt te velden of kunnen te velden gaan controleren op deze kwestie? Ja, van de 30 sociale inspecteurs die heel degelijk werk doen, overigens zijn er 10 voor heel Vlaanderen die zich bezighouden met de controle op economische migratie, beroepskaarten. Dus ja, dat is natuurlijk veel te weinig. De minister zegt wel, ja, we doen ook aan data mining, we gaan gerichter controleren. Maar ook de collega's van N-VA bijvoorbeeld geven aan, we hebben nood aan boots on the ground. Je moet langs die werven gaan, je moet een checksysteem hebben van wie werkt er waar, onder welke arbeidsvoorwaarden, onder welke omstandigheden. Spreekt er op elke werf iemand minstens Nederlands, zodat de veiligheidsvoorschriften kunnen doorgegeven worden, ook aan de buitenlandse werknemers. Dat soort dingen, ja, daar hebben we vandaag veel te weinig zicht op. En als je dan wakker geschud wordt door zo'n tragisch ongeval, dan moeten we er misschien voor zorgen dat die mensen, die bouwvakkers, niet nodeloos gestorven zijn, maar dat de garantie nu komt om daar echt iets aan te doen en die loon- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Over de loon- en arbeidsvoorwaarden, het is een knelpuntberoep, zei u al. Het is zwaar werk aan een bescheiden loon. Ja, je zou kunnen denken, betaal wat beter, dan trek je wat meer volk aan, hogere lonen in die sector. Ik denk dat dat de evidentie zelf is. Het is gewoon een heel zwaar beroep en er is gelukkig heel veel vraag naar. De bouwsector is ook de motor van onze economie. Dus in die zin gaat er altijd volk nodig zijn. En dan is het natuurlijk tragisch, effectief, dat er naast de mensen die uitgebuit worden aan 5, 6 euro, dat is gewoon illegaal en moet bestraft worden, dat inderdaad de lonen 14,3 euro zijn.
dat is niet zoveel boven het minimumloon voor toch een job die heel veel competentie vraagt, die ook niet zo evident is om heel lang te blijven doen. De bouwsector spuwt ook snel mensen uit, omdat het werk te zwaar is. Dus zijn we snel aangewezen op buitenlanders. Dus moeten we er ook voor zorgen dat die mensen hier niet alleen aan hetzelfde netto-loon werken, aan een beter netto-loon, maar dat ook het bruto-loon eerlijker is. Want anders ga je altijd mensen uit de markt blijven prijzen. Ja, en over die lonen, hogere netto-loon, vraagt een fiscale hervorming en daar komt dan weer alles bij kijken natuurlijk, hè? Ja, dat is natuurlijk een heel breed verhaal. We weten dat allemaal, dat de lasten op arbeid hoog zijn in dit land en dat dempt de werkstelling. Wij ook als Vooruit, als socialisten, zijn al lang vragende partij om de loonkosten op arbeid te kunnen verlagen. Maar dan moet je natuurlijk wel je hele fiscaliteit herbekijken en dan zal je moeten kijken naar vermogenswinsten, belastingen op grote multinationals die hier 0 euro betalen. Dus ja, dat zijn dingen die in een globaal fiscaal verhaal moeten bekeken worden. Maar eerst en vooral denk ik wat Vlaanderen alvast kan doen, is inzetten op opleiding, opleiding, opleiding. Dat is 100% Vlaamse bevoegdheid. En wat zien we dan? De laatste 5 jaar is de instroom in de bouwopleiding met 20% gedaald. En daar knelt natuurlijk ook het schoentje. We kunnen boos zijn omdat er veel buitenlanders komen werken of we kunnen investeren in onze eigen Vlaamse werkzoekenden en hen ook toeleiden naar de bouw, naar de zorg, een andere sector waar veel handen tekort zijn. Ja. Eigen Vlaamse arbeidskrachten dan. Een suggestie tijdens deze zitting was dat in het geval van grote overheidszwerven bijvoorbeeld, we de voorkeur zouden kunnen geven aan binnenlandse arbeidskrachten. Is dat geen gevaarlijk of een vals goed idee? Eigenlijk ga je discrimineren op Europese schaal en tegen de Moldaviër die de handen uit de mouw wil steken zeggen van nee, eigen werkmensen eerst. Ja, dat mag ook niet, hè, binnen de Europese regelgeving. Dus als Europeanen, Moldaviërs zijn dat vooralsnog niet, maar bijvoorbeeld Portugezen of Roemenen hier legaal komen werken, dan hebben zij dat recht. Maar je zou natuurlijk wel bij grote infrastructuurwerken, bij overheidsinvesteringen, of dat nu het lokale niveau is, of het Vlaamse niveau, of federaal, en er komt wel wat aan met relance, zou je kunnen zeggen, kijk, we gaan een opleidingsprogramma doen voor de werkzoekenden hier in de buurt. En daar werken we eerst aan. En we vragen ook in de overheidsopdrachten dat er eerst gekeken wordt binnen de lokale arbeidsmarkt. En dan kan je, als je niet opgevuld krijgt, dan kan je kijken over de grenzen. Maar begin dicht bij huis. Ik denk ook dat dat beter is voor onze economie globaal. Hoe meer mensen, hoe meer Vlamingen aan het werk, hoe beter voor onze relance en onze koopkracht. Ja, dat is duidelijk en concreet. Voor dit gesprek over detachering in de bouw zeer bedankt Caroline Genet van Vooruit. Graag. Blijft u nog even bij ons, beste kijker, want er is frustratie bij een aantal of de mensen die het AstraZeneca-vaccin toegediend hebben gekregen voor eind mei. Voor hen geldt de wachttijd op de tweede prik van 12 weken, dat is bijna 3 maanden. Wie nadien werd gevaccineerd, die krijgt zijn tweede prik na 8 weken. Nu zou er alsnog een versnelling komen van die tweede spuit voor die eerste lichting van AstraZeneca-gevaccineerden. Maar de slaagkansen ervan hangen af van de leverancier zelf, AstraZeneca. En die durfde wel eens te laat of te weinig of helemaal niet te leveren. Hoe gaat de regering dat organiseren en hoe kan u sneller dat tweede spuitje bekomen? Dat is voor nu in de koepelzaal een vraag van Freya Saes, zelf huisarts, van Open VLD voor minister van Welzijn, Wouter Beken.